Echt, in Amsterdam, iedereen rijdt taxi, man. Ongelooflijk. Nou, behalve Chinezen. Ik heb Chinezen nooit in de taxiwereld kunnen betrappen. Nooit. En wel in de horeca natuurlijk. En acupunctuur en nagelstudio's, jongen. Die schieten de grond uit. En ik was een keer geweest naar zo'n acupunctuur ding. En ja, ik wist niet precies wat het was. Maar er was tegen elke kwaal, behandeling, ze konden alles voor je doen. Nou, ik wilde stoppen met roken. Dus ik ga naar die Chinees. Ik zeg, heeft u behandeling voor stoppen met roken? Hij zegt, ja hoor. Ik zeg, nou, doe maar. Laat mijn mouw. Wat? Laat mijn mouw. Wat? Laat mijn mouw. Oh, stroop mijn mouw op. Ja. Ah, als je goed luistert, versta je het uiteindelijk wel. Dus ik stroop zo die mouw op. En hij pakt in één keer zo mijn arm, draait hem om. Haalt uit een laadje 26 naalden. Zulke dingen. En die steekt hij allemaal zo hier zo in die arm. Allemaal naalden. En het gekke was, het deed geen pijn. Ik voelde wel een soort van druk. En hij laat mijn arm los en ik zit te kijken en hij zegt, zo, nou is het klaar. Dat was klaar. Stoppen met roken. Ik zeg, nou dat gaat niet zo snel, hoor, vriend. Ik zeg, ik voel nog steeds de behoefte om te roken. Dus ik probeer ook een sigaret op te steken. Ah! Dus ik rook nu met links. Volgens mij moet je erin geloven, dan werkt dat. En Chinezen hebben dat met geloof, weet je wel. Die geloven in dat soort dingen. En die hebben met cijfers en bepaalde kleuren die wel en niet goed zijn. En China is een prachtig land. Ik ben er 2 jaar geleden geweest. En dit jaar wilde ik ook heen gaan. Maar die andere cabaretiers die zeiden, je moet niet naar China, je moet niet naar China. Ik zei, daar moet je een lied van maken. Nee, maar de mensenrechten. Kijk, tuurlijk weet ik wat daar gebeurt in China. Maar kijk, de Olympische Spelen zijn geweest. Het is klaar, niemand heeft het er meer over. Kijk, en als toerist zie je die dingen niet, hè. Je ziet niet wat daar gebeurt. Dat wordt gewoon voor de toerist weggehouden. Het zijn niet allemaal alle Chinezen. We gaan nou eens alle Chinezen over één kam scheren. Maar ik ben er geweest, 2 jaar geleden, voor de Nederlanders die daar wonen, om op te treden. En het is 11 uur vliegen naar China. Kijk, ik heb niks meer met vliegen. Vooral 11 uur. Vooral sinds ik Discovery Channel kijk. Dan laten ze zien hoe die vliegtuigen zijn neergestort. Heb je dat eens gezien? Dat schijnt soms alleen te liggen aan een boutje die niet goed is aangedraaid. Kijk, en ik ken mezelf. Ik maak ook wel eens iets thuis met een schroevendraaier. Denk ik, ach, het lukt niet. Laat ook maar zitten. Als iedereen zo'n instelling heeft. En dingen die jullie bijvoorbeeld niet weten. Moet je maar eens opletten als je over zee vliegt. Altijd over zee standaard. Dan laten ze zien hoe het zwemvest werkt. En dan gaan ze dat voordoen. En zien van die meisjes zeggen, je kunt ook opblazen. En dan doen ze, geloof mij, als er paniek is, ga je niet. Dan ga je, af. Dan ben je helemaal in paniek, man. En er zitten altijd, moet je opletten, als je een maaltijd krijgt, zitten er altijd 3 crackers bij. Die zijn helemaal verpakt. Mensen eten die dingen heel snel op. Niet doen. Dat is je noodrantsoen. Ja, dan vertellen ze er niet bij, want dan raak je in paniek. Wat ik doe, als ik die crackers zie, crackers, hup, opbergen. In je zak, bij je houden. Stel je voor, je maakt een noodlanding op het water of op zee. Je moet eruit. Je zwemt ergens naartoe waar helemaal niks is. Of je houdt het vast aan een rotsblok. En het duurt nog uren voordat er hulp is en je hebt honger. Dan heb je de crackers nog. En wees blij met deze tip die ik jullie geef. Wat zal je maar gebeuren dat je zo'n rotsblok vast en dan spoelen andere mensen ook aan. Die houden zich ook vast en die zeuren van, ik heb zo'n honger. Heb jij je crackers niet bewaard dan? Dus. Ik ben in Shanghai geweest en in Beijing. Nou, Shanghai, prachtige stad. En we lopen daar en Chinezen, aardig, weet je wel. En Chinees, mooie taal. Want ik krijg namelijk steeds boze brieven. Tenminste, e-mailtjes. Mensen die zich beledigd voelen door wat ik zeg. En mensen, als je je beledigd voelt, stuur me een e-mail. Ik lees hem niet. Ik ben er klaar mee. Deze Chinees die schreef mij, u doet Chinees in uw show. Maar het is geen Chinees. Dus ik schreef heel netjes terug, nee, dat is cabaret Chinees. Dat doen we allemaal in Nederland. Toch? Ching chong chong, klik lok, klok, ja, vinden we leuk. Vinden Chinezen niet leuk, hè? Chinees, ik weet het, is een prachtige taal. Het bestaat uit klanken. En als je de klank anders zegt of vervormt, is het een ander woord ineens. Een paar woorden vanavond, let op. Moeder is so. So, heel goed. Vader is so ho. So. Opa is swa ho. Swa ho. Lekker wijf is so we. Niet in Chinees, nee. Dus wij lopen daar, straatje met allemaal restaurantjes. En ik hoorde, ik was met daar 4 man, met 2 techniek en een begeleider van het Nederlands Comité in China. En ik hoorde die jongens onderling zeggen van de techniek, hé, ik heb wel trek in Chinees. Jij? Ja, ik ook. Ik draai me om, dat is flauw. Ik ben in China en ik weer trek in Chinees. Zei hij, dan moet je een show gebruiken. Ik zei, nee, tuurlijk niet, man. Ga weg. Nou. Nee, maar. Dus wij lopen een Chinees eetentje binnen. Kijk, en ondertussen, ik ken ze hier in Nederland. Je loopt binnen en je denkt van, hé, hier ben ik al een keer geweest. Het ziet er overal hetzelfde uit. Overal weet je wel, dezelfde borden, dezelfde menu, dezelfde muziek. Plank, 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 weet je. Maar daar,
Ziet er gewoon goed uit. Ze hebben daar gewoon goede muziek in de zaak. Mooi interieur. En wat ik niet heb gezien, die luikjes die we hier hebben. Doorgeefluikjes bestaan niet in China. Dat is alleen hier in Nederland. Dat is voor jullie. Dat is entertainment om jullie rustig te krijgen. Ja. Als je met z'n allen bij de Chinees zit, doet de Chinees een paar keer klap, klap, klap en is... Hé, ho, komt eraan, ons eten komt eraan. Oh, dat is niet van ons, oh. Maar dat van ons komt er zo aan. In China hebben ze gewoon een deur naar de keuken. Bami, nasi, staat daar niet op de kaart. Ik zeg tegen die ober, bami. Bami? Ja, bami? Bami? Ja, nasi dan? Nasi dan? Ja. Dan moet je ophouden. Bami, nasi is verzonnen voor jullie. Omdat Nederlanders die lusten vroeger helemaal geen gekke dingetjes. Dus hebben ze Bami Nasi in het leven geroepen. Lekker makkelijk. En het gebeurde allemaal hier, in Rotterdam. 1958, de eerste Chinees. Die opende dus een klein zaakje, er komt een Rotterdammer binnen, die bestelt iets. En dat was de eerste keer voor hem, hij wist mijn god niet wat hij bestelde. Dat zei hij ook. Ja, ik weet mijn god niet wat ik heb besteld, joh. Nee. Daar zal wel komen, ja, toch? Hé, Albert! Albert! Albert, kom eens even hier, man! Wat is dat allemaal op dat bord? Wat hebben we hier allemaal opgegooid, man? Wat is dat allemaal? Wat is dat allemaal, Dio? Wat is dat allemaal? Hoe heet dat allemaal? Het is allemaal Chinees groente. Ja, maar dat lusten wij je niet. Je moet gewoon Hollandse groente gebruiken, man. Gewoon doperwten, wortel, paprika, uien. Vandaar dat ze met doperwten, wortel, paprika, uien zijn gaan werken. Een Chinees eten is pittig, dat is heet. Die Rotterdammer neemt één hap. Luister, oh, ik brand mij in de bek, joh, gek. Je moet die sambal er niet doorheen gooien. Je moet je gewoon erbij leggen. Vandaar samba bij. Dat is allemaal voor hier. Nou, wij zitten daar aan tafel. Druk, heel druk, overal Chinezen aan het eten. En dat is altijd goed teken als het vol is. Overal. En we kregen een menukaart met plaatjes. En dat vind ik handig. Je wijst gewoon het plaatje aan, dan krijg je dat gerecht. Nou, ik mocht de bestelling doen, want ik sprak een heel klein beetje Chinees. Oma! Oma, kom! Vis. En ik wees aan op een visgerecht. En dat is echt gebeurd. Hij loopt naar het midden van de zaak. Er stond een aquarium met vissen erin. Grote vissen. Hij pakt een schepnet en hij doet flop, haalt er een uit. Serieus, plastic zakje, stopt hem in het plastic zakje. En brengt de vis aan tafel. Je krijgt dus te zien hoe vers het is. En die vis die zat in een plastic zak. En ik kijk, zeg, ja, is goed, breng me weg, doe maar goed. Hij komt terug uit de keuken en je herkent de hele vis niet meer. Echt, maar dat zijn kunstenaars, zijn Chinezen met eten. Ze hadden die vis, die hadden ze zo plop op zijn buik neergezet, op een bord. Van zijn staart hadden ze een roosje gemaakt. Dat kan hij niet zelf, hè? Hup, hup, vissentruc. Plop. Ze hadden uit de komkommerschil een bril geknipt en die hadden ze zo op zijn kop gedaan. Ik denk, wat is dit? En er hingen garnalen aan. Die hingen zo, wee, op die vis. Dus op zijn rug zo, die hingen zo, wee. Alsof die vis voorbij stond in de keuken. Die garnalen, jongens, komt de vis, wee. Oh, wee, we hebben die vis mee. Wee, dat is garnaal, Chinees, vandaar wee. Nou, heerlijk. En die jongens zeiden, Najib, bestel jij nog wat? Dus ik kijk een beetje in het menu en toen schrok ik. Achterin stond specialiteit van het huis, hondenvlees. Ik dacht dat het een fabeltje was, dat mensen zeiden, ja, Chinezen eten hondenvlees in restaurants. Mensen, er wordt gewoon hond geserveerd in bepaalde restaurants. Kijk, ik heb niks met honden, maar ik vind honden eet je niet. En hier zal het gelukkig nooit voorkomen, want we hebben hier de Partij van de Dieren. Nee, maar dan kun je zeggen wat je wil, maar die komen op voor de rechten van het dier. En die beschermen de dieren. Alleen die gaan ook wel eens wat ver, vind ik. Want binnenkort willen ze de goudvis verbieden. Dus als je een vissenkom hebt met één goudvis, mag niet meer. En dan komen ze controleren. Ding dong, Partij van de Dieren, openmaken. Shit, guppie, verstop je. Onder het grind, ga onder het grind liggen, man. Ja, wij doen heel veel met dieren in Nederland. We hebben zelfs het enige land ter wereld met een dierenadvocaat. Hoe dan? En wat doet die man? Die wacht de hele dag bij de telefoon. Die woont in Assen. Jansma, advocatuur, hallo. Ah, flippen weer, hoe is het? Wat? Is het water te zout? In Harderwijk? Nou, ik zal ze een boze brief sturen. Ja, is goed. Dag. Dag. Prrrr. Prrrr. Jans met advocatuur, hallo? Hallo. Met wie? Met wie? Papagaai. Ik heb nog zo 12 dieren geladen, maar ik moet even snel, want het wordt een hele lange avond. En ik moet morgen de krant lopen in Gouda en je kent het daar ook. Nou. Dus ik zit daar. En ik zie staan hondenvlees. En een van mijn ex-technicus, Koen, die heeft zelf een hond. Dus ik zeg, Koen, ik zeg, moet je achterin kijken in het boek, maar ze hebben gewoon hondenvlees. Hij bladert en ik heb iemand echt nog nooit zo snel rood gezien. En hij staat op en hij schreeuwt midden in die zaak. Stel je dieren, Paula! En al die Chinezen aan die tafels. Wow!
Kijk, maar ik denk ook allemaal dat elke Chinees kung fu kent. Dat is helemaal niet zo. Ik heb een Chinese vriend. Ik zei een keer tegen hem, what the? Moest hij huilen? Ja. Het is schandalig. Ik zeg, hé man, ik zeg, doe even rustig, man. Ik zeg, we zijn in een ander land, hè? Dat weet je het wel, of niet? We hebben net 11 uur gevlogen. Het is een andere cultuur hier. Moet je aanpassen. Ja, hoe bedoel je aanpassen? Moet ik honden bestellen? Ik zeg, nee, dat zeg ik niet. Maar voor die mensen is dat heel normaal. Voor ons niet. Ik zeg, maar ben je ook niet nieuwsgierig? Hij zegt, nee, natuurlijk niet. Ik zeg, ja, ik ook niet. Opa. Opa. Hond. Eén. Ja. De ober komt terug. Zo'n kleine golden retrievertje. Een puppy. Echt, en een beest. Oh, moet je kijken wat de ober brengt. En ik mag dat beest vasthouden. Zo, ik had nog nooit zo'n beest in mijn handen gehad. En ik, ah jongen, het is zacht. Het is net toiletpapier. Ik zeg, moet je kijken. Ik zeg, Koen, moet je kijken. Wat ga je ermee doen? Ik zeg, hier. Ik zeg, hou je hem vast. Ik zeg, we gaan hem vrijkopen. Ja? Hoppa! Hoppa! Hond. Meenemen. Nee, niet meenemen. Levend meenemen. In een doggybag. Nee, geen doggybag, man. In de hand. En die ober begreep ons. Maar hij zegt, dat kan niet. Ik zeg, ja, dat kan best. Moet jij eens opletten, dat kan best. Ik zeg, leg geld neer, wat kost het gerecht? Leg de geld neer en dan lopen we gewoon die zaak uit. Demonstratief. Toen liepen we met z'n allen zo, die hond zo. Rustig maar. Liepen we zo die zaak uit. Denk ik, zo, we hebben een punt gezet. Toen zei Koen, en nu? Ik zei, nou heb je een hond. En toen heeft hij melk gegeven. En toen ging het helemaal fout uit. China, melk. Ja, mensen. Actueel. Maar we hadden nog honger, we hadden alleen vis gegeten. Dus zijn we bij de McDonald's naar binnen gestapt in China. En kijk, geloof mij, je gaat niet 11 uur vliegen om bij McDonald's te eten, maar vond ik zo'n zonde. Want McDonald's is McDonald's, overal ter wereld. Alleen in China is het een statussymbool. Ja, daar eten mensen met geld bij McDonald's. Hier is het andersom. Als je geen geld hebt, eet je bij McDonald's. En het stikte van de kinderen, man, dat viel me ook op. Zoveel kinderen heb ik nog nooit bij elkaar gezien bij McDonald's in China. En er komt namelijk Chinezen. De regering hanteert nog steeds dat regeltje van 1 kind per gezin. Dus als een Chinees echtpaar een kind heeft, dan wordt het enorm verwend. En dat zag je daar ook terug. En Chinezen, dat viel me op, die hebben dus alleen maar Chinese kinderen. Ja, ik wil zeggen, als je geen kind kunt krijgen als Chinees echtpaar, dat je dan een kind adopteert uit Bangladesh of Afrika. Chinezen adopteren dan een Chinees kindje. Ja. En adopteren, ik wist vroeger niet eens wat het was. Maar dan heb je onze jongen in de klas, lagere school, Krommenie. En die heette Hans Cornelissen. Maar die kwam uit Sri Lanka. Hoe dan? Hans Cornelissen. Dus ik zei, hey jongen, kom eens. In de pauze altijd, kom eens. Ik zei, hoe heet je echt? Hans Cornelissen. Ik zei, nee, niet liegen tegen mij. Hoe heet je echt? Hans Cornelissen. Ik zei, nee. Oké, hoe heet je moeder? Nel. Ik zei, je bruine moeder. Ik zei, maar die heb ik niet, want ik ben geadopteerd. Ik zei, wat? Geadopteerd? Wat? Is dat, hebben ze je gewonnen of zo? Wat? Ik wist niet wat het was, man, adopteren. Weet je, nu adopteren, het lijkt wel een trend. Een modeding. Madonna gaat naar Afrika, haalt een kind op, de hele pers erop af. Angela Jolie en noem maar op. En dat komt ook hier naartoe, weet je wel. Bekende vrouwen hier willen dat ook. Sylvie Meis. Zie je het voor je, Sylvie Meis in Afrika? Oh, die is lief, ja. Hey, Gucci, 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 Gucci. Ja? Gucci, Gucci, ja. Prada, 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 Prada. Een Dolce Gabbana, een Dolce Gabbana, ja. Yeah. Ja, kom op, weet je, het blijft nog steeds een kind, hè. Maar het gaat ook goed. Laten we eerlijk wezen, het gaat ook goed. Paul de Leeuw, neem bijvoorbeeld Paul de Leeuw, heeft 2 Afro-Amerikaantjes geadopteerd. Hartstikke leuk. En schattige negentjes. En die zijn nu nog klein, weet je wel. Maar straks worden ze wat ouder, gaan ze naar school toe. Dan komen ze bijvoorbeeld bij Surinaamse kinderen in de klas. En ik weet van Surinamers, altijd onderling, het eerste wat ze vragen als ze elkaar zien. Wie is je vader en wie is je moeder? Mijn vader is een grote, witte, kale meneer. En wie is je moeder? Dat is een andere grote witte meneer. Nee, dat kan niet hoor. Wesley, zeg hem. Nee, maar dat kan niet, maar gek in je hoofd. De kinderen onderling, weet je wel, die weten dat niet. Die zijn keihard voor elkaar.